Welkom bij de lente-uitzending hier bij Dommeland Live. Vanavond gaan we kijken wat de lente voor een invloed heeft op ons. We hebben hier een heuse lente-makeover. Er wordt gedacht aan nieuwe mode. Er wordt gedacht aan make-up. Haar wordt gedaan. We gaan praten over hoe kun je mooie bloemstukjes maken met alle mooie lentebloemen. Takken die je overal kunt vinden. Wij praten met iemand van een modehuis hier uit Bokstel over wat wordt de nieuwe modetrend voor het voorjaar. En we laten dat ook zien, want we hebben een heuse modeflits hier met mannen, vrouwen, dames, heren. Blijft u kijken. Natuurlijk is niet de lente voor iedereen altijd even leuk. Want sommige mensen hebben gewoon heel veel last van als het op het moment lente gaat worden. En wat ook nog heel erg leuk is, en u moet echt blijven kijken tot het eind, want we hebben een weerman. 12 jaar en die gaat ons het weer voorspellen. Wellicht al voor een hele mooie Pasen. En dan hebben wij een meisje gevonden wat Lente heet. En zij sluit deze intro af. Ik ben Lente. Dit is mijn zusje Lente. En welkom in Dommeland Live. Ja, en bij mij hier op de bank zit Jacqueline van der Heuvel, die de visagie zometeen gaat verzorgen. Maud Bouwman van Tradition Kappers, die een heel nieuw kapsel gaat aanmeten. En ik ben heel erg benieuwd. Hebben jullie iets in gedachten, Jacqueline? Heb jij lentekleurtjes meegenomen? Ik heb de nieuwe lentekleuren meegenomen. Trend is de naturel look, maar ook de pasteltinten. En om natuurlijk iets meer te laten zien dan het standaard... pak ik bij een van de modellen wel wat meer uit als bij de ander. Ja, want dat is leuk om even te vertellen, want we hebben een oma en een kleindochter die we een make-over gaan geven. Ja. Ga je bij de oma wat meer erop smeren of bij de kleindochter? Bij de kleindochter. Okay. Ja, dat leent zich toch wel iets meer om de wat uitbundigere kleuren te pakken. Dus daar hebben we al even besproken wat we daar gaan doen. En de oma krijgt gewoon een hele mooie naturel make-up. Ja. Oké, deze vastpakken. Dankjewel. Oké. Maud, wat wordt de nieuwe trend bij de haren? Nou ja, lekker nonchalant. Altijd goed. Het opgestoken kan. Het half bot geknipte kan. Nou ja, het kan allemaal eigenlijk. En qua kleurtjes, wat moeten we dan aan gaan denken? Nou ja, ook de pasteltinten. Pasteltinten in de haren? In de haren zijn ook echt helemaal hip. En hoe moet ik dat dan zien? Roze, blauw? Pastelroze. Wat jij hebt, dat is natuurlijk ook helemaal hip. Het is wel natuurlijk, maar toch, toch hip. Ja, het kan allemaal. Het kan allemaal. Ja. Hey, en we hebben nu de twee modellen zitten. Mm-hmm. Jullie gaan in 3 kwartier gaan jullie ze lekker helemaal behandelen. Nieuwe make-up, een nieuwe lentelook. Ze hebben de nieuwe kleding al aan. Ze zitten onder een kapmantel. Ik zou zeggen, ik loop heel graag met jullie mee die kant op, want ik wil bij de dames ook nog even iets vragen. Oké, prima. Ja, en ik geloof dat ze een eigen keuze gemaakt hebben wie met wie begint. Thea, heb je er zin in? Ja, zeker. Absoluut. Wat is jouw verwachting? Ik laat me gewoon verrassen. Ik vind het allemaal leuk. Stel dat ze hier nu een kort kopje knippen. Ja, ik heb gehoord dat er niet geknipt wordt, dus tot zover vind ik het prima. Oké, maak je geen zorgen, gaan we niet doen. Ik ga heel even voor jou langs naar oma. Hoe heeft u zich hierop voorbereid? Heel relaxed. Heel relaxed? Heel relaxed. En ik laat het lekker allemaal op me afkomen. U gaat gewoon lekker genieten vanavond? Ja, juist. Ja. Lekker relaxed. En wat is de verwachting? Iets anders dan wat u normaal zelf zou doen? Ik denk het wel, maar toch een beetje ingetogen. Dat lijkt me zo. Ja? Ja dan... Niet eens even uit de band springen? Ik denk... Nee, ik denk dat het een beetje ingetogen wordt. Oké, okay. Misschien heb ik het verkeerd. Nou ja, we zullen het gaan zien. Ja. Ik ga jullie niet langer ophouden. Ik zou zeggen, visagiste en kapster, ga jullie gang. En we komen tussendoor heel graag even kijken
En eventjes vragen of het nog steeds zo goed voelt als de dames zich nu voelen. Heel veel succes in ieder geval. Dus, mijn god, wat gaan we hier nu krijgen? Maar, ho, 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 ho. Stop. Even uitzetten. Maar Verel, ja. Wij zijn hier bezig met een live-uitzending. Dat kan toch niet? Ja, voorjaar in de bol. Ja, dat snap voorjaar ik. Voorjaar in de bol. Een groot schoonmaken, heerlijk, maar, alles aan kant. Nee, maar weet je, voorjaar in de bol. Ja. Dat stofzuigen, dat doen we altijd. Lente, zomer, herfst, winter. Ja. Heb jij dan niet een leuke voorjaarstip? Nou, wat ik in ieder geval doe, is in het voorjaar doe ik altijd alle ramen open natuurlijk. Hè. Alles lekker doorwaaien. En ik doe een beetje wierook in de stofzuiger. Wierook in de stofzuiger? Ja, ik doe een beetje wierook in de stofzuiger, want hij ruikt heel erg lekker. Oké. Okay. Eetjes van dalen of zo. Of nou, ik zou zeggen, probeer het maar. Wierook in de stofzuiger. Ik ga onmiddellijk aan de gang hier. Lijkt mij een strak plan. Eerst de gang even. Lijkt mij heel goed. En dan straks dan, wie weet, komen we elkaar nog tegen. Maar niet is zo luidruchtig goed. Meer. Ja, is goed. Oh. Olaf! Ja. Welkom. Nou, gelukkig ben jij wat minder luidruchtig binnengekomen, hè? Ja, ik moest eventjes stiekem op de bank gaan zitten. Ja, ja, ja. Maar we hadden het er net al over, hè? Ja. Niet iedereen die krijgt lentekriebels en vindt het ontzettend leuk dat de lente in aantocht is. Nee, dat klopt. Ja. Want mensen hebben last van allergieën, hooikoorts, voorjaarsmoeheid. Wat kunnen we daaraan doen? Want waarom heeft zo'n seizoen zoveel invloed op ons gestel? Ja, eigenlijk elk seizoen heeft invloed op ons gestel. En de lente die zorgt eigenlijk dat ons gestel weer in beweging komt. Doet hij het niet? je kunt het zo zien. In de Chinese geneeskunde, de acupunctuur, kijken we vanuit de natuur. Want ja, dat is 3000 jaar geleden ontstaan. En dus de kennis haalden ze uit de natuur en ze keken naar de cyclus van de natuur. En dat gaat eigenlijk in ons lichaam precies hetzelfde. Dus in de lente zie je, als je buiten kijkt, begint alles te groeien, te bloeien, de dieren komen in beweging. Dat is bij ons precies hetzelfde. Eigenlijk in de winter moeten we een beetje rustiger aandoen, hè, want ja, de dieren doen een winterslaap. De energie van de bomen zit in de stam en niet aan de buitenkant. Nee. En in de lente moet dat juist weer in beweging komen. Ja. Ik vind dat een heel mooi bruggetje om eventjes naar onze bloemist te gaan. Want jullie zijn zo druk bezig, Maya en Peter. Ik denk, dat gaat wel heel rap als ik dat zo zie. Mooie bloemen. Ik heb begrepen, jij gaat voor de bloemen. Ja, klopt. Peter die gaat echt met hout wat meer bewerken. Heb je nou eventueel wat leuke tips? Als mensen thuis zeggen, ik vind een mooie tak en ik wil daar wat mee. Ja, nou ik denk dat het vooral heel leuk is om het contrast heel duidelijk te laten zien. Een tak lijkt heel doods, om daar dan materiaal bij te zoeken wat een heel mooi contrast vormt met de dode tak. He, dus bijvoorbeeld hier heb ik kan ik al een paar voorbeelden laten natuurlijk zien? Natuurlijk. Van wilgenhout, wat een heel mooi, ja, een beetje in de vorm van een ei is gemaakt. He, dat is ook kant-en-klaar in onze winkel, he, kun je dat zo krijgen. Nou, en dat is heel mooi om daar bijvoorbeeld ranonkels in ja, te verwerken. Ja. Die in een glazen buisje staan, waardoor ze wel water krijgen. Waardoor zo'n wekenlang heb je een heel leuk effect. Het gaat dan wat langer mee. Ja. Jij bent met een heel mooi boeket bezig, Maya. Ja, ik heb een frame gemaakt van takken. Nou, vind je het leuk, dan zet je hem gewoon vast met tie-rips. Je doet er wat andere takken omheen en je kan gewoon willekeurig de bloemen er tussendoor steken. Mag verschillend in hoogte zijn. En ja, dit is dan het groen wat precies bij de vaas past. Dus je kan hem in de vaas zetten en dan hangen de takken er mooi overheen. Oké, het ziet er prachtig uit. Ja, het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om te maken. En qua kleur van bloemen kun je kiezen wat je wil. Ja, ja. Kijk. Schitterend. Ja. Jullie gaan nog lekker even verder. Doen we. Ik ga weer heel even terug naar Olaf en dan gaan we toch weer praten over mensen die last hebben van die mooie bloemen. Hoe jammer het ook soms ja, zo is, hè? Ja, dat kan ook. Ja, dat kan ook.
Oké. Okay. Ja, dat is het leuke van zo'n live-uitzending met lente. Er gebeurt zoveel en ja, dan is precies. Het prachtig om, als je af en toe toch zo'n leuk bruggetje hebt, om daar even ja. gebruik van te maken. Ja. Nou hadden we het net over inderdaad die allergieën. Ja. Kun je daar met acupunctuur wat mee doen? Absoluut, zeker. Wat je ziet bij allergieën zoals hooikoorts, het immuunsysteem overreageert eigenlijk. Ziet bijvoorbeeld stuifmeel en pollen als een indringer in het lichaam en als een soort aanval. En dan gaat het lichaam een soort stof maken, histamine. En om dat tegen te gaan. Mm-hmm. En dat geeft ook meteen de bijverschijnselen wat hooikoorts geeft. Met verstopte neus, kriebel in de ogen, benauwdheidsklachten en dan ook lusteloos voelen. En in de acupunctuur kijken we dan meer vanuit de energie. Hè? Welke energie zorgt voor dat immuunsysteem? Nou, er zijn verschillende energieën of energiesystemen die daar verantwoordelijk voor zijn. Maar vooral de longenergie. Die gaat op een gegeven moment dan stagneren of is te zwak. En dan zie je dat die neus en die longen gaan reageren. Ja, op die manier. Ja. En wat je dan met acupunctuur kan doen, is dat proberen te corrigeren. Je gaat die stagnatie oplossen of je gaat die longenergie versterken. Ja. Wat dan handig is dat je een tijdje van tevoren komt, hè, voordat de hooikoorts begint. Echt preventief al. Ja, precies. Dan ga je eigenlijk het immuunsysteem versterken. En als dan de hooikoortsperiode er is, dan kun je die symptomen verlichten. En dan moet je eigenlijk een paar jaar achter elkaar, een paar behandelingen ervoor, eventueel tijdens. En dan heb je kans dat het immuunsysteem weer zich corrigeert in de normale stand. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Hè? Dan ga je het eigenlijk van binnenuit corrigeren. Ja, ja. Ja. En nou horen we ook altijd, lente heeft zoveel positieve invloed op ons menselijk lichaam. Want mensen krijgen de kriebels, mensen worden verliefd. Iedereen die ziet die lammetjes buiten lopen heeft zoiets van wow. Ja, precies. Waarom heb je van die positieve en die negatieve effecten? Nou, positieve effecten heb je als je gewoon lekker in balans bent, goed in je vel zit. En wat ik al zei, die energie die zit in het begin om onze organen heen in de winter. En die gaat langzaam naar buiten toe. En dan krijg je zin in weer naar buiten te gaan, te gaan bewegen, te sporten is dan juist heel goed. Om die energie lekker in beweging te brengen. En gewoon plannen maken, kijken waar je zin in hebt. En verbouwen in het voorjaar is prima. Ja. Is dat echt de zon die invloed daarop heeft, op ons lichaam? Of? Ook, absoluut. Dat denk ik zeker wel. Ja. Ja. Hoe zit dat bij jouzelf? Hoe zit dat bij mijzelf? Ik probeer zo gezond mogelijk te leven. En daar ook een beetje na te leven. Dus in de winter een beetje proberen wat rustiger aan te doen. Dus eerder naar bed dan in de zomer. Het is wel lastig, want de meeste mensen doen het juist fout in de winter. En dan moet ik natuurlijk wat harder werken. Maar dan moet ik gewoon er langs wat minder doen. En in het voorjaar dan gaan we in de tuin en lekker aan de gang. Ja. Dus, daar schiet mij nog iets te binnen, want we hadden het net over die allergieën. Hoe kan het dat nou niet iedereen op hetzelfde moment last heeft van die allergie? Daar ligt er ook aan waar die allergie precies voor zit. Want je hebt bepaalde grassen die wat later stuifmeel of pollen gaan afgeven. En de berken en de bomen, dus de hazelaar, die gaan allemaal in verschillende periodes. Dus Hey, en die positieve invloeden, zeg jij van oké, dus bij heel veel mensen. Waar komt voorjaarsmoeheid dan vandaan? Want die mensen kunnen soms zo diep in de put zitten. Ja, dat klopt. Eigenlijk heel simpel. Gewoon te veel gedaan in de winter. Kijk, dus letterlijk moe. Ja, eigenlijk. Kijk, in de natuur ligt alles plat. Alles ligt stil. De dieren die doen een winterslaap, de bomen staan eigenlijk, die houden hun energie eigenlijk vast voor het nieuwe komende jaar. En als je dan
in de winter wel gewoon doorgaat, wat wij mensen vaak doen, ja, dan heb je niet zoveel energie meer over voor, ja, voor het voorjaar weer aan de gang te kunnen. En dan treedt die vermoeidheid juist meer op. Heb jij een advies voor mensen die of aan een allergie lijden of die last hebben van voorjaarsmoeheid? Zeg, nou, kom naar mij toe. Dat was een inkoppertje. Maar buiten dat, hè, zonder dat je gebruik wil maken inderdaad van of acupunctuur of van geneesmiddelen. Nou, wat je vaak ziet in de lente, dat mensen dus stagneren, dat die energie niet goed beweegt. Wat een goed middel is, ga naar buiten, ga een wandeling maken. Zorg dat je lichaam in beweging komt. Lekker in de natuur en dan help je die energie een handje om toch in beweging te komen. Mm-hmm. En dat is een eerste stap die je kunt doen. Ja. Oké. Heb je zelf nog plannen in de lente waarvan je zegt van, dat is mijn ultieme lentegevoel? Ik moet nog heel veel snoeien in mijn tuin. Dus ik ben nog flink aan de gang. Maar ja, ik wacht nou een beetje op mooi weer. Ja. Inderdaad. Want dat speelt natuurlijk wel altijd mee, hè? Het weer. Het weer is natuurlijk van zoveel belang. Ja, precies. Ja. Leuk. Dus, ik zou zeggen, blijf nog even zitten. Ja. En ik ga eens eventjes kijken hoe het bij oma en bij de kapster en onze visagiste gaat. En ik zie eigenlijk al een verandering hier zo. Want jij hebt hele mooie bloemetjes in je haar gekregen. Het wordt echt een beetje een Ibiza-look. Je hebt geen spiegel, dus je kan niks zien. Hoe voelt dat gevriemel? Nee, ik vind het niet erg. Ik voel alleen dat ik een avond heb gekregen en spelde in. Verder geen idee. Oké. En dit is, dat is echt heel minuscuul. Ik ga even niet storen, denk ik, want dat... Dat mag wel? Dan ga ik even aan de andere kant. Want Jacqueline, vertel eens wat je aan het doen bent nu. Ik ben nu de mascara bij Thea op aan het brengen. Ik heb net al één laagje gedaan. Maar het mooiste effect is toch altijd wel om meerdere lagen aan te brengen. Dus tussentijds even te laten drogen. Dus nu zit er de tweede laag mascara ben ik op aan het brengen. En de oogschaduw hebben we al aangebracht. Al een lichte blush. En dan gaan we dadelijk kijken wat er nog even verder geperfectioneerd kan worden. Ja. En natuurlijk de lippen op het laatst. Ja. Hoe voelt dat? Heerlijk. Je bent echt aan het genieten. Ja, zeker. Echt aan het genieten. Het is lekker verwend worden is dit. Ja, zo moet je denk ik ook zien. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben er ook altijd erg blij mee. Ja. Ik ga jou niet langer storen, want ik heb het gevoel dat ik een beetje te veel ben. Nee, helemaal niet. En volgens mij zie ik daar onze dame weer staan met iets in haar handen. Nou ja, wat ik even zou zeggen, want ik vind... Wacht. Vera, volgens mij heb jij een microfoon. Ja, nee. Wat ik even zou zeggen is, ja, ik vind het heel mooi wat ze allemaal met die bloemen doen. Maar wat ik altijd doe, als het nou, ja, dit is een beetje vergane glorie, zeg maar. Dan knip ik daar zo'n beetje af. Zo. Hè? Jij ruimt dit ook zelf op, hè? Ja, daarna. Ik mag nou toch niet stofzuigen voor jou. Nee, dat dus klopt. Dat doe ik dan nee, achteraf, maar dat we in ieder geval die afspraak Kijk, hebben. Kijk, en dan doe je dat zo, hè? Ja? Nou, dat is nog best een paar dagjes leuk. Toch? Zeker als je het zo van verschillende hoogtes houdt, hè? Of het nog moet uitkomen allemaal. Dus dat wou ik even meegeven, dat dat ik toch vind wel het heel supertip. Leuk is. Ja, ik ben wel zeker niet... voor de smalle beurs. Ja, precies. Ik ben wel niet echt een bloemist, maar ik vind deze toch... Nou, zullen we het even laten keuren? Wij vinden? Peter? Wij vinden? Ja, ik vind dat je heel goed kunt schoonmaken, maar een plant ergens... Nee. Nou, bedankt. Planten moet ik mooi maken. Oh, Verel. Niet proberen dan een beetje te redden. Nou, ik ga toch even de microfoon bij jou houden. Want zonder microfoon is het een beetje moeilijk te verstaan. Maar je was niet zo gecharmeerd van de actie van Verel, hè? Nee, ik zei dat ze kan ontzettend goed stofzuigen. Maar van planten en bloemen heeft ze niet zoveel verstand. Nee, dan moet je voor bij de expert zijn, hè? Precies. Want ik denk, bloemen en planten moeten ons leven verrijken. En dan moet je niet proberen om iets wat eigenlijk al vergaande glorie is... Nog mooi te... Hè? Maar soms is het wel zo. Soms kun je natuurlijk bloemen, planten wel nieuw leven inblazen. Hè? Door ze heel kort te maken. Dan overleven ze. Heel veel, het voorjaar zijn natuurlijk heel veel voorjaarsgewasjes. Als op het moment dat die uit zijn gebloeid... in bijvoorbeeld hier in zo'n echt ganzenei. Op het moment dat die zijn uitgebloeid... dan zitten ze lekker buiten in de tuin. Of in een plantenbak. En volgend jaar komen ze weer terug. En dan... heb je er weer plezier van, zonder dat je heel lang tegen iets lelijks aan staat te kijken. Ja,
Dat is waar. Dus het past perfect bij de lente. Ja, oké. Okay. Ja. Ik zie, Maya, jij bent gewoon echt gestug aan doorgaan. Jij gebruikt allerlei bloemen door elkaar, hè? Voor de kleur, de lente. Dit is ook bijvoorbeeld weer iets wat heel makkelijk zelf te doen is. Maar gewoon van die vergrijsde takken. Heb je nog een mooie vaas thuis, een willekeurige kleur. En je kan er gewoon allerlei losse bloemen in zetten. Ja. Bij ons kun je de bloemen ook allemaal los kopen. Dus ja, je kan zelf je eigen creatie maken. Hey, en is het niet zo dat je een bos tulpen bij elkaar hoort te houden? Wat rozen, wat anjers? Jij zet gewoon alles door elkaar? Ik zet gewoon alles door elkaar, ja. En dat zie je hier ook bijvoorbeeld. Ja, de vaas is natuurlijk al prachtig. Nou, je zet er een paar hele felle bloemen in bij elkaar. En de bloemen die doen het zelf. Ja. Ja. Kleur is dus belangrijk. Kleur is heel belangrijk. Ja. En zeker in het voorjaar, in de lente. De meeste mensen worden toch weer vrolijk van een beetje kleur. Ja, ja. Ja, ja, kleur. Ja, dan kom ik toch bij jou terecht, Henk. Ja. Want ik weet niet of jouw microfoon het doet. Ik ga jou voor de zekerheid toch even deze geven. Dan hebben we in ieder geval geluid. Kleur. Jij gaat ons heel veel vertellen over de nieuwe voorjaarsmode. Over trends. Ja, nou ja, er zijn natuurlijk dit voorjaar weer enorm veel trends. En zeker naar een donkere herfst-winter, waarin de zwarte en de grijze natuurlijk de overhand hadden. Hebben we nu een fantastisch voorjaar met een zeer kleurrijk damesspektakel in de dameskleding. Van lichtroze tot groen, van zachtgroen tot hardgroen, de minttinten, de witte tinten. Er is van alles en uiteraard ontkomen we er niet aan de blauw-wit en de rode tinten. Nee, nee, want ik wou net zeggen, Olaf is natuurlijk nog lekker naast jou blijven zitten. Ja. Voldoet Olaf zo een beetje aan een voorjaarslook? Nou, we hebben toen straks al even een beetje zitten praten, maar het jasje is een beetje aan de donkere kant. Ze zijn allemaal toch wat lichter, wat blauwer, wat frisser. Ja, dus dat kan, maar de spijkerbroek en het hemd, dat kan buitengewoon. Ja. Want wij mannen zijn toch wat blauw georiënteerd, om het zo maar te zeggen. Ja, want dat zou mijn volgende vraag ook zijn aan jou. Olaf heeft een jasje aan. Jij zelf hebt niet voor een jasje gekozen, maar voor een vest. Ja. Is dat ook iets wat een trend is nu in het voorjaar? Dat je zegt, want het is eigenlijk nog een beetje te koud om alleen in de blouse te gaan lopen. Ja. Nou, zeker in het voorjaar. Vesten verkopen we natuurlijk het hele jaar door. Dit is een wat lichter vest wat ik nu aan heb. En aan de meet te zien, daar zit een klein beetje revers op. Het is een wat sportiever vest. Kan ook als vestjasje dienen. Hè? Dus daar heb ik voor gekozen vanavond. En ja, wij verkopen mode en Colbert's is best mode. Maar wordt natuurlijk alleen nog maar gedragen bij officiële gelegenheden en zakelijke afspraken. Daar zie je heel veel nog. Want dat triggerde mij eigenlijk ook. Hè? Want Modecentrum Telen, jullie zitten toch al ruim 35 jaar in het centrum van Bokstel. Klopt, ja. Jullie verkopen eigenlijk alles. Voor jong, voor oud, voor dik, voor dun. Hoe hou je dat zo lang vol? Ja, dat moet ik aan mijn baas vragen, maar wij hebben niet voor niks als titel Mooi de Mooiste Mode. Wij proberen steeds nieuwe trends te ontdekken, steeds met toch nieuwe dingen in de winkel. We hebben onze winkel dit voorjaar ook verbouwd. We hebben de herenafdeling helemaal naar voren gehaald. We proberen steeds met nieuwe items in de winkel attractief te maken en te houden. En ook ons personeel krijgt natuurlijk volop de informatie die men nodig heeft om elk seizoen opnieuw de klanten weer volop tot dienst te zijn. Want ik moet je heel eerlijk zeggen, een team maakt een winkel. Ja. En het team is natuurlijk voor een winkel zoals Telen in Bokstel heel erg belangrijk. Bovendien zijn wij toch, denk ik, in Bokstel een graag geziene gast. We hebben voor jong en oud, wat je zelf al zei. Ja. En dat houdt ons wel. Want het verschilt Bokstel van zeg maar wat er in Nederland te koop is. Kijk, ik zal niet gelijk de grote steden als Amsterdam, Rotterdam en zo. Want daar zullen best wel wat verschillen in zitten. Maar zeg maar de grote trends, daar loopt Bokstel ook in mee? Daar lopen we absoluut in mee. Ja. Zeer zeker, ja. En natuurlijk, als je inderdaad wat je zegt, Amsterdam, als je in de PC loopt, dan zie je de trends die volgend jaar meer veralgemeniseerd zijn. Maar door de bank genomen doen wij hier in Bokstel echt mee aan de mode. Ja. Ja, op alle fronten. Ja. Hey, en dan hoor je altijd wel eens die kreet van, oh, maar dat is een echte trendsetter. Wat is een trendsetter?
Een trendsetter, dat zijn mensen die meestal ruim een jaar van tevoren zien wat er aan zit te komen. Wat ze opdoen in boeken, in tijdschriften, in landelijke items, grote modeshows in het buitenland. En daar halen ze bepaalde trends uit. En dat kunnen trends zijn op allerlei gebieden, op woongebied, op kledinggebied. Dus daar kunnen heel veel, daar haalt men trends uit. En wat is een trend? Vandaag de dag in kleding hebben we niet zo gek veel trends meer, want heel veel mag en heel veel kan. Ja? Wat kan nou bijvoorbeeld absoluut niet meer? Ja, wij gaan het voorjaar in, dus ik zeg alles wat donker is liever niet meer. Ja? Terwijl ik toch heel veel zwart-wit zie. Ja, zwart-wit, maar dan wel heel goed gecombineerd, het zwart met meer wit. Ja? We hebben nu, we zullen het straks zien in het kleine modeshowtje. Dan zie je de heren toch weer redelijk blauw. De dames hebben we wel heel fris aangekleed. Wat leuk. Voor de jonge lui heel veel kleur. Dus het is echt een kleurrijk seizoen. Ik zie Peter op de achtergrond met zijn bloemen. Is ook kleurrijk. En dat is dit seizoen zeker bij ons aan de hand. En aanstaande zondag hebben we ook nog een keer een extra tentoonstelling met kleurrijke bloemen. Met de fotoclub in Boksel. Dus ja, we zijn echt volop in de kleur bezig om te zorgen dat ook Boksel weer kleurrijk wordt. Ja. Hoe is dat bij jou, Olaf? Ben jij modegevoelig? Ik modegevoelig? Nou, ik laat meer door mijn vrouw bepalen. Die is wel modegevoelig. Dat meen je niet? Ja, die... Jij wordt aangekleed. Ja, ik word aangekleed. Die heeft daar wat meer verstand van, ja. Ja. Maar als zij zegt van, dit vind ik mooi, en je voelt je er niet prettig in, trek je het dan toch aan? Ik denk het niet. Nee. Het moet wel lekker zitten en goed passen, maar... Nee, ik ga niet iets aantrekken wat niet lekker zit. Nee. Wat je nu aan hebt, daar voel je jezelf het prettigst in? Dat voelt prima, ja. Ja. Dat is een stretch spijkerbroek, dus daar kan ik alle kanten op bewegen. Dat is voor mij wel handig in mijn vak ook, dus als fysiotherapeut. Dus als ik oefeningen... Het is ook oefeningen... slim om daarop te letten natuurlijk. Ja, dat je precies. Ik zou niet anders meer willen, hoor. Nee. Precies. Terwijl daar in het begin ook raar tegenaan gekeken werd, hè? Een elastische spijkerbroek, een stretch. Ja, precies. Ja, zeker voor mannen. Ja. Komt eraan. Ja. Jogging jeans, dat komt er echt aan. Dus jeans in de vorm van, joggingachtige stoffen. Dus een beetje dat... Ja. Ik zag dat vandaag bij de kinderkleding ook weer terug. Ja. Dat echt de joggingbroek, om hem maar zo te noemen, weer terug is in het modebeeld. Ja, maar die worden dadelijk in het najaar voor de mannen nog groter. En ook voor de dames uiteraard. In een beetje joggingachtige stof, maar dan gewoon een stretch. En dan lekker aansluitend. Dus dat gaat er echt, dat zit er echt aan te komen. Ja, weet je, en als we we hebben het nu over het voorjaar. Ik begrijp altijd dat jullie met kledingseizoenen vaak een seizoen voorlopen. Dus wat we zometeen gaan laten zien, is toch al een stukje van wat er gedragen gaat worden in de lente en in de zomer. Ja. Maar jullie zijn op inkoop al bezig met herfst en winter. Ja. Klopt. En kun je daar al een tipje van de sluier over van oplichten? Nou, eigenlijk nog heel weinig. Maar de zwart-grijze, blauwe blijven gewoon. En er zitten wel wat kleurtjes in. En die variëren nogal van fabrikant tot fabrikant. Dus om daar nu al een item over te geven. Want onze inkoop is natuurlijk volop in de oriëntatiefase. Kijken wat er echt te koop is voordat ze definitief beslissingen nemen. Hé, dat is voor onze klant goed. Want wij letten natuurlijk ook op de gewoontes en de vraag van onze consument. Ja, dat snap ik. Ik vind je het heel erg als ik nog even naar de... Nee, natuurlijk niet. Nee. De combi is natuurlijk het leukste. Het moet op elkaar afgestemd worden. Zeker. Ja. Dus, en ze zijn gewisseld, dankjewel. Oma van Roosmalen die zit nu bij de kapster. Ik herken jou zo helemaal niet meer. Zo mooi. Het is echt prachtig. Je hebt in één keer echt krullen erin zitten. Ik ben heel benieuwd, En heel leuk, zeker. Ik vind het echt schitterend. Ja, voorjaar. Ja, het ziet eruit als voorjaar. Pas op, Maud, dat je niet valt. Ja. Maud, hoe is de kleding van invloed op het kapsel? Als jij een klant krijgt, kijk je dan ook naar de kleding die de klant draagt? Ja, zeker. Je gaat toch kijken wat voor persoon het is. En aan kleding kun je ook al heel goed een karakter aflezen. Of wat diegene interessant vindt aan kapsels. Of is het een pittig persoon? Is het een heel... rustig persoon. Ook dat aan zie je kleur. Als jouw klant binnenkomt. Ja. Wat mooi. Ja, dat is je hebt volgens mij onwijs veel plezier in je vak. Onwijs veel, ja superveel. Ja. Ja. Je bent natuurlijk pas kort gestart in Boksel. Nog niet zo heel lang geleden. Nee, klopt. Maar volgens mij loopt het aardig, hè? Ik mag zeer zeker niet klagen. Ja, nee, het gaat hartstikke leuk. Goed. Leuk dat je als jonge ondernemer ook gewoon hier aan deel wilde nemen. Ik ga nog heel even naar de buurvrouw.
Jacqueline, ik zie bij kleindochter Thea, die gaat helemaal voor de Ibiza-look. Die gaat voor de Ibiza-look, ja. Althans, ik noem het zo. Of het juist is, weet ik niet, maar... Ja, vooral omdat het kapsel natuurlijk ook in die stijl is. Dan ga je die make-up ook, kan je ook zo benoemen. Zou ze de kapsel anders hebben, dan valt het misschien minder onder de Ibiza-look. Maar ja, past zo heel mooi bij elkaar. Ik snap nu ook wat jij bedoelde van het mag wat extraverter. Ja. 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 He, wellicht dat ze dit niet naar school zal gaan dragen. Maar voor in de zomerse avond, lekker als je op stap gaat, zou zoiets wel kunnen. Mits je jezelf er natuurlijk heel prettig bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ja, het is wel even mooi om te laten zien dat er altijd wel iets meer kan als het standaard lijntje of het kleurtje op je ogen. Ja, ja. Ja. Ben je nieuwsgierig, Thea? Jazeker. Ja. Ik wel. Het voelt nog steeds goed? Ja, prima. En je zit helemaal ingepakt, dus we kunnen ook jouw mooie lente-look nog niet zien, hè? Komt later, denk ik. Ja, ja. Ik zou zeggen, geniet nog even en ik mag jullie niet langer storen. Ja, Henk, ik wil toch nog even bij jou terugkomen, want net zoals de dames al zeiden, het moet een totaalplaatje zijn, hè? Maud zegt ook, ik kijk naar de persoon die binnenkomt. Jullie hebben in de winkel best veel verkoopsters rondlopen. Worden jullie daar ook op getraind om te kijken van, goh, dat is de persoon die binnenkomt. Als iemand moeite heeft om iets uit te zoeken. Als iemand moeite heeft, ja, we hebben onze verkoopsters zijn echt allemaal vakdames. Al meer dan het merendeel wat bij mij werkt, is al meer dan 10 jaar bij ons in dienst. Dus een groot aantal van de klanten kennen ze. En weten ook precies wat die klanten willen en wat die klanten wel of niet kunnen en willen. En daar wordt heel graag naar gekeken. En dan bieden ze uiteraard een aantal artikelen aan die ook hun denken die bij de klant past. En uiteraard, je hebt het van de week zelf ook gezien, laten we ook de keuze aan de klant. Want die moet het uiteindelijk aan. En die moet ook met plezier het dragen. En dat moet niet gedwongen worden, want wij zeggen altijd zo, een tevreden klant die komt nog eens terug. Ja. En als wij iets per se moeten verkopen, waar ik zelf een verschrikkelijke hekel aan heb, dan komen ze niet terug. Nee. Maar ik vind dat de dames die wij hebben in dienst hebben in Boksel, een fantastisch vakbekwaam team, die echt de klanten heel goed kent en weten wat de klanten willen en wat ze niet willen. Ja, ja. We zijn continu aan het praten over mode. Wat denk je? Zullen we gewoon eventjes helemaal goed vragen of dat een van de jongens binnen wil komen? Ja, natuurlijk. Absoluut. Graag. Beginnen we met Hugo? Ik vind het goed. Hugo. Ja, ik zou zeggen, laat eens zien wat je draagt. Nou, Hugo heeft een hele stoere spijkerbroek aan. Een gewassen look, een gedragen look. Hè, wat op het moment toch vreselijk in is. Daarboven heeft hij een prachtig bewerkt overhemd aan. De tijd van de ruitjes is op dit moment voorbij. Ja, een stoer vest. Heel gaaf. En ja, dat imitatieleren jasje. En misschien moet hij het even aandoen. Dan zien we ook wat het jasje is. Dat is een heel stoer jack. En zelfs dus... Hugo kan bij ons fantastisch uit de voeten. En dan, als ik over voeten praat, dan moet eigenlijk de camera even inzoomen op zijn schoenen. Want dat lijkt wel een houtlook. Zo mooi zijn die schoenen. Dat is een nieuw merk wat wij dit seizoen voeren. En dat is zo fantastisch mooi. De jongens zeiden gelijk cool toen ze aankregen. Dus dat zegt wel wat. Ja. Dus ja, het totale plaatje is toch wel weer blauw. Maar gecombineerd met een bruin cognacachtige tint. Ja. Waardoor je toch een hele frisse look weer krijgt. En ook op een hele andere manier. Hè? Ja. Het is inderdaad een combi van iets netjes met iets heel sportiefs. Met iets heel sportiefs. Ja. En je ziet hoe leuk het is. Ja. En het voelt ook prettig, denk ik, hè? Ja, super. Okay. Fantastisch. Mooi leer, Jackie. Super. Luna. Ja, dit is... Ja, oké. Okay. Nou, dan komt Luna. En Luna, die laat even zien wat wij op onze kinderafdeling hebben. Een geweldig leuke, wat jij toen straks al zei, een prachtige joggingbroek. Met een heel leuke t-shirt eronder. Daaroverheen een gewassen jeansachtig shirt. En dan dat imitatie leren jack weer. Hè, van een hartstikke leuk merk met een hele gekleurde sjaal. Waardoor het geheel, als je dat zo ziet, zo fantastisch leuk is. En dat soort vinden wij ook leuk om aan te kleden. Dat is prachtig om te zien. Je kunt allerlei combinaties maken. En Luna die staat helemaal te stralen. Dus dat kan bijna niet vaak. Ik ga heel even jouw microfoon pakken, Henk. Want zij hebben geen microfoontje. Luna, ik kom heel even achter jou langs, meisje. Hoe voelt het wat jij aan hebt? Want volgens mij zit dat heel erg lekker.
Ja, vooral die joggingbroek. Ja, want wij zeiden toen straks al van een joggingbroek die zou je eigenlijk dragen met sporten. Maar ja, jij draagt hem nu gewoon zo. Zou je hem naar school aantrekken? Ja, ik heb er zelf ook zo een. Oké, kijk eens aan. Leuk. Blijf even nog staan. Ik ga toch nog even naar jou, want jij had net geen microfoon. Misschien toch even leuk om te herhalen wat je zei, want het is stoer en tegelijkertijd heel netjes wat je aan hebt. Maar je voelt je er wel prettig in. Ja, tuurlijk. Het is fijn jackje. Jackie. En ja, het is lekker warm ook. Dus, maar het is goed, dus hebben we dan het voorjaar niet meer nodig, hè? Hey, maar zo'n vestje, zou je dat zelf ook gewoon aantrekken? Of heb je nu zoiets van, een keer iets heel anders voor een modeshow? Een keer iets anders, ja. Ja. Want zelf zou ik zoiets denk ik niet snel kopen. Nee. Iets te netjes. Ja, ja. Maar toch leuk. Oké, dankjewel alvast. Blijf nog even staan. Want wij gaan verder met Arthur. Arthur, ja. Als jullie een stukje naar achter willen gaan, dan kan Arthur zo meteen er nog bij. Nou ja, Arthur die heeft ook een hele stoere broek aan. Een sportieve jeans met daarop een fantastisch leuk colbert. Terwijl je eigenlijk dit soort jongens zo'n colbert niet aantrekt. Maar het hem fantastisch staat. Een mooi wit overhemd eronder met allerlei aparte afwerkingen. En die trui die hebben we er dan even overheen gedaan, ook voor de kleur. Maar is ook een nieuw item dit seizoen op de jongerenafdeling bij ons. Een leuke, vlotte katoenen pullover die men gewoon zo kan dragen. Maar hij kan hem ook zo over het overhemd dragen. Ja. En je kunt hem ook zonder overhemd dragen met een t-shirt eronder. En jij had het net over schoenen, maar nou zie ik bij Arthur ook die fantastische. Die van hem zijn nog gaver. Dat is een blauwe schoen met aan de zijkant achterin de hiel een dierprint inzet. En dat ziet er ook geweldig uit. Het is voor ons een hartstikke nieuw merk schoenen dit seizoen. Maar ja, ik denk dat ze heel goed gaan verkopen, want het is gewoon een hele mooie, prettige schoen om te dragen. Ja, ja. Ik zit te kijken en volgens mij, oma Thea is ook klaar. Ja. Maud, of? Ja, zeker. Ja. Dan ga ik even kijken. Vinden jullie het erg als ik oma Thea even voor jullie laat staan? Nee, hè? Want het is wel leuk. Ja, wilt u ook naar voren komen? Ik ga u even omdraaien, dat u lekker met uw gezicht naar de camera staat. Hoe voelt het? U heeft het nog niet gezien. U krijgt straks van mij pas een spiegel. Leuk hoor. Maar het voelt volgens mij wel prettig. Het zit heerlijk. Ja. Het jasje zit inderdaad super. Het pak trouwens ook, maar het jasje zit gewoon fantastisch. Ja. Ja. En de krullen erin. Ik laat Henk eventjes wat meer erover vertellen. Blijft u lekker even zo staan, want dan kunnen ze u goed bekijken, want u ziet er prachtig uit. Ja, wat oma Thea aan heeft, dat hebben we van de week, je was er zelf bij, Brigitte, na veel vijven en zessen hebben we dat voor elkaar gekregen. Maar het is een nieuw merk voor onze winkel, een panterprint. En oma draagt een topje met daarop ook een soort joggingachtige broek. Maar zo leuk gemaakt, hè, dat je het heel chic kan dragen. Ja. We hebben een imitatieleren jack erop gedaan, met die metalen knopjes erop. Zo leuk, zo sportief. En we zullen de leeftijd van oma niet verklappen, maar zelfs oma kan dit fantastisch aan. En het maakt er alleen nog 10, 15 jaar jonger. Ja. We hebben het er van de week in de winkel al over gehad, maar ziet er heel prachtig uit. Ik ben heel benieuwd en dan ga ik eventjes tussen iedereen doorflitsen. En u moet het me maar vergeven als ik door het beeld loop. Maud, wat heb je met de haren van oma Thea gedaan? Nou, ik heb ze eigenlijk met de steltang een beetje gekruld. Dat het net iets vlotter valt. En toch hip is. Ja. Ook voor de leeftijd. Ja. Toch? Want de kapsel is toch niet leeftijdgebonden? Vind ik van niet. Nee, zeer zeker niet. Nee. Nee. Ik twijfel even of ik Jacques, mag ik jou storen? Jij mag mij storen, ja. Wat heb jij gedaan met de make-up van oma? De make-up van oma, die heb ik heel naturel gehouden. Ik heb gewerkt met zachte bruintinten. Wat goudtinten, een mooie bruine mascara gedaan en natuurlijk een hele mooie blush op de wangen. Die zorgt ook voor het zomerse gevoel wat je daarmee krijgt. Bij de wat oudere dame pak je toch altijd wel een lipstick die vol is van kleur. Ja. Maar dit is wel een kleur die een beetje in het nu meegaat. Dus niet dat hele donkerbruine waar je nogal eens gauw geneigd bent om voor te kiezen. Maar toch een iets wat afgezwaktere kleur. Die zorgt voor dat lentegevoel. Ik ga stoppen, want wij willen kleindochter Thea ook heel graag zien. Die is nog niet
helemaal klaar. Kunnen we daarop wachten als we nog even verder praten? Of zeg jij van liever niet, ik heb nog wat meer tijd nodig? Als het nog heel even mag, ik moet even lippen doen. En als ik de lippen doe, vind ik het lastiger om te praten. Ga ik bij jou weg en kom ik zo bij jou terug? Henk, wil jij nog even wat verder vertellen over de algemene trend? Totdat de lipstick erop zit en dan gaan we kleindochter Thea erbij halen. Ja, helemaal goed. Want de trends, je ziet het toch. Veel stoere broeken. Voor de mannen in elk geval. Stoere jacks. Het ziet er allemaal wat stoerder, wat leuker uit. In de broeken hebben we heel veel toch ook wel apartere kleuren. En voor de dames, ja, noemt u maar een kleur. Of het is er van gewoon roze, van hard roze tot zacht roze. Van wit tot zacht groen, een beetje harder groen. We hebben nogmaals de rood-wit-blauwe volop. Dus er is eigenlijk in kleuren meer dan te kiezen voor de dames. Ja. Olaf, jij ziet dit zo voorbij komen. Ja, ik zit hier. Wil jij de microfoon even? Ja, nee, prima. Nou, dan weet mijn vrouw hoe ze mijn kinderen moet aankleden, hè, met deze tips. Als ze kijkt, dus, maar dan neem ik aan van wel. Dus, En iets voor jouzelf? Iets voor mijzelf. Volgens mij is het iets wat je best door kan trekken. Ja, precies, ja. Nou ja, ik vind die broeken wel heel leuk. Daar kun je goed in bewegen. Nou ja, dat hoort bij de lente, heb ik al gezegd. Dus ideaal. Ja, 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 ja. Ik zie mevrouw, onze schoonmaakster, er weer staan. Verel, kom er even bij. Dan gaan wij gewoon even verder met... Wacht, wij gaan een stukje deze kant op. Want anders staan we al die mooie mensen voor de neus. Ja, bedankt. Ja, maar zo is het. Hey, ik neem mezelf daar ook in mee. Oh, dat is goed. Ja, kijk. Nee, maar ik even wou zeggen, want over mijn haar moeten we niet beginnen. Want het is gewoon een vogelnestje. Dat hoort ook bij de lente, daarom. Dat weet ik wel. Maar daar moeten we niet over beginnen. Maar ik had gehoord dat er zoveel wit ook weer in de mode komt, hè? En ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar bij mij wordt wit altijd een beetje groezelig. Mm-hmm. Nou, herkenbaar. Heb ik een fantastische tip voor. Als je namelijk een beetje, zo, ik zou zeggen, zo, ja, zo 3 eetlepeltjes citroensap in de witte was gooit. Gewoon in de wasmachine. Mm-hmm. Stralend wit. Dus je hoeft niet die gekke grote roze dozen te kopen. Ik ben heel erg van dat soort dingen. Hè? Mm-hmm. Van gewoon. Als je de magnetron heel vies hebt, moet je een paar sinaasappelschillen erin leggen. En dan even op de hoogste stand een minuutje en je veegt al je rotzooi er zo uit. Nou ja. Ja, dat is geweldig hoor. Hey, kun jij niet een bundeltje gaan maken? Oh ja. En als je studentenhuis toilet, ken je dat? Vies. Ja, het is heel erg, hè? Wil je niet weten? Ja, wil je dan ook niet gewoon komen? Een fles cola ingooien. Ja, maar cola is volgens mij overal goed voor. En dan een nachtje laten staan? Nou. Ja, volgens mij is cola overal goed voor. Ja. Probeer maar eens een schroef los te maken en het lukt niet. Gooi er maar cola overheen. Ja, daar heb ik een man voor. En met azijn kunnen ook heel veel. En met soda gewoon ouderwets spullen. Daar ben ik van, hoor. Daar ben ik van. Maar het is ook zo, hè? Al die tips uit grootmoeders tijd, die zijn nog zo bruikbaar. Ja, ja zeker. En dat vergeten we eigenlijk wel. Wij lopen flessen, zo makkelijk. Dat hoeft allemaal ik helemaal wou niet. Net zeggen. Dat hoeft echt niet. Nee. Nee. Wij lopen zo makkelijk, lopen wij overal naartoe en precies. Halen wij. Dat klopt. Precies. Hey, dank je wel. Ja, ik ga hier, want ik ben nog niet helemaal klaar. Nee, maar ik hier ook niet, maar ik zal even wachten. Ga hier klaar bent en dan doe ik hier de grond nog wel even. Hè? Top. Okay. Je bent echt een toppertje. Goed zo, ga ik even cola in de wc gooien. Doe dan maar. Dank je wel. De lippenstift die zit erop. Jacqueline, wat heb je voor make-up gebruikt bij kleindochter Thea? Ik heb gekozen voor een felblauwe kleur. Daar heb ik een eyeliner mee gezet, maar ook een flinke eyeliner aan de onderkant van het oog. De binnenzijde opgelicht met een highlight, dus dat is altijd een wit glimmende kleur. Waardoor je het effect alleen maar sterker maakt. Ja, de wenkbrauwen natuurlijk mooi even licht bijgekleurd en in model gebracht. Mooie blush op de wangen en natuurlijk een hele mooie nieuwe zomerse kleur op de lippen. Weet je wat ik dus straks al zei, wellicht iets te veel voor dagelijks naar school te gaan, maar wel gewoon een geweldige look om jij klinkt naar het strand te gaan. Vrouw. Ja, nou ja, het is natuurlijk een heel mooi model om op te maken. Ja. Dus dat scheelt ook heel erg veel. Ik ga er even voor de camera's halen, want jij hebt haar onthuld. En ik ga de microfoon weer aan Henk geven. En dan is het wel heel leuk om kleindochter Thea ook even heel mooi in beeld te zien. En ook om even in te zoomen op de make-up. Want die is echt prachtig. Dat is helemaal prachtig, hè? Nee, we hebben kleindochter Thea gehuld in een prachtige jurk.
lekker jong, lekker fris. Met een fantastisch, ook weer een imitatie leren jasje eroverheen. Met wat franjes. Franjes mag. Franjes hebben we in pullovers, franjes hebben we op jacks, op jasjes. Een beetje, het lijkt de Kooibo look, maar is het niet. Maar daardoor wordt het toch juist wat sportiever. En let vooral ook op de pumps die ze aan hebben. Want oma en kleindochter hebben alle twee dezelfde schoenen aan. En kan dat? Nou ja, hier heb je het voorbeeld. Het kan buitengewoon. We hebben ze alle twee in een beetje jonge look gezet. En nogmaals, we zullen de leeftijden niet onthullen. Op, dan mag jij doen, Brigitte. Nee, dat ik doe het niet. Doen. Maar je ziet dan toch dat beide er samen geweldig op staan. En als ik dan dat zo, dat hele plaatje zo zie, dan heb je het voorjaar echt in de bol. In beeld, hè? Ja. En in beeld ook. Ja, ja. Absoluut. Ik wil oma en kleindochter vragen om toch nog even op de kruk te gaan zitten. Want ik wil jullie aan het eind van de uitzending toch weer even samen met het eindresultaat van onze bloemist laten zien. Hugo, Arthur en Luna, dank jullie wel. En ik spreek jullie straks nog eventjes. Dus jullie mogen lekker voorlangs. En ik heb straks nog een kleine attentie voor ze. Hartstikke lief, Henk. Dank je wel. En dan zou ik willen vragen of dat Henk en Olaf plaats willen maken. Ik neem de microfoon van jou over. Ik hoop dat de microfoon van Teun het doet. Ik zie jullie zo ook nog. Dank jullie alvast hartelijk voor jullie aanwezigheid. Graag gedaan. En ja, bij een lente-uitzending daar, daar hoort natuurlijk een echte weerman bij of een weervrouw. En de 12-jarige Teun Toemer, hallo Teun, ga lekker zitten. Want toen wij de oproep op Facebook hadden gezet, schijn jij echt geroepen te hebben tegen jouw mama van... Wow, dat wil ik doen. Ja. Ja, want jij bent helemaal gek van het weer, hè? Ja. Ja. Jeetje. Ik wil even aan de regie vragen, doet zijn microfoon het? Praat eens even, Teun. Hallo. Nee, geef ik jou ook de microfoon. Dan praat het wat makkelijker en kunnen we je goed horen. Hou hem gewoon goed bij je mondje. Doet hij het nu wel? Ja, nu doet hij het wel. Hou hem gewoon goed omhoog, dan kunnen ze allemaal precies horen wat jij je te vertellen hebt. Zoals ik al zei, je bent helemaal gek van het weer. Ja. En alles wat met het weer te maken heeft, vertel eens, hoe komt dat? Ja, dat komt eigenlijk door iets wat minder leuk is. Want in Italië hadden we een keer een blikseminslag op het restaurant waar wij zaten. En daar viel de stroom uit. En toen was ik heel benieuwd hoe dat eigenlijk allemaal gebeurde. En daar ben ik uit gaan zoeken. Toen ben ik er heel erg geïnteresseerd in geraakt. Jeetje, dat is inderdaad wel heel bijzonder. Ja. Maar was je toen niet bang? Ja. Ja, toch? Ja, want het was heel eng. Want je hoorde zeg maar heel felle flits. Toen heel harde donder. Toen viel de stroom uit. De televisie daar die schoot uit. Het lamp ging aan en uit. Dat was best wel eng. Ja, dat snap ik. Hey, en wat ik ook zo bijzonder vond, en dat is voor jou denk ik een heel groot avontuur geweest. Ik denk dat je de microfoon ietsjes meer zo moet houden. Ja, het is een beetje onhandig, maar het is even niet anders. Je bent 23 februari in de uitzending van Willem Wever geweest. Ja. Hoe kwam je daarbij? Nou, eigenlijk kwam het doordat ik bij Zapp Live zag ik dat nieuw seizoen van Willem Wever begon. Daar had ik me opgegeven. Eerst mijn andere vraag. Mijn eerste vraag was, hoe worden kinderen met een handicap geboren? En toen moest ik een screentest gaan doen. En toen vroegen ze, toen zei ik dat ik geïnteresseerd was in het weer. Toen zeiden ze, ja, heb je daar geen vraag over? Toen zei ik, ja, ik heb wel een vraag daarover. Hoe weet weerman dat het gaat regenen? En de eerste vraag, die ging helaas niet door. En toen dacht ik dat het niet meer doorging. En een paar maanden later kreeg ik te horen dat ze met die tweede vraag wel iets konden doen. En toen hebben ze dat, toen ben ik op, ik weet niet meer precies, maar rond januari, begin januari ben ik dat gaan opnemen. Oké, en dan wordt het een paar weken later wordt het uitgezonden. Het is niet zoals hier dat het live is, hè? Nee. Nee, dat is wel extra spannend, hè? Ja. Ja. Weet je, wij hebben, vooraf hebben we even met elkaar gemaild, hè? Want we waren natuurlijk nieuwsgierig hoe dat liep. En wij hadden ook wat vragen, want als je zelf thuis 's avonds naar het journaal kijkt en je ziet het weer voorbij komen, dan hebben ze het over de meteorologische lente en over de astronomische lente. Nou, heb jij een hele mooie presentatie daarvan gemaakt, hè? Zullen wij eens vragen of dat... Ja. We hadden afgesproken, jij zou dat doen, hè? Ja. Je zou zeggen, regie, de eerste. Daar hebben we hem al. Wat zien we hier? Nou, op de bovenste, helemaal de bovenste en de onderste cirkel, daar zien we de poolcirkels.
Daaronder zien we de Kreefskeerkring, de bovenste, net onder de Noordpoolcirkel. Mm-hmm. En Steenbokskeerkring, net boven de Zuidpoolcirkel. Mm-hmm. En in het midden zien we de Evenaar. Ja. Die verdeelt de aarde over het noordelijke halfrond en het zuidelijke halfrond. Ja. En die seizoenen die ontstaan door dat de aarde om de zon heen draait. En de aarde die staat ook een beetje schuin. En op 21 december staat de zon precies boven de Steenbokskeerkring. En dan is in het zuidelijke halfrond zomer. En in het noordelijke halfrond winter, dus bij ons in Nederland. Want dat is altijd tegenovergesteld, hè? Ja, dus op 21 juni, dan is het bij ons zomer. Staat de zon op de Kreefskeerkring. Is het bij ons zomer op het noordelijke halfrond. Mm-hmm. En op het zuidelijke halfrond is het dan winter. Oké. Okay. En bij de lente, dan staat de zon precies op de Evenaar, boven Afrika. Mm-hmm. Dat is rond 21 maart. Dan is het in het noordelijke halfrond begint de lente en in het zuidelijke halfrond de herfst. Alleen daar is het nog een beetje na zomer, dus het is daar wel nog redelijk warm. En op 21 september staat de zon weer boven de Evenaar, alleen dan boven Indonesië. Dan staat de zon iets anders, waardoor het in het zuidelijke halfrond lente wordt en in het noordelijke halfrond herfst. Alleen daar heb je dan ook nog een beetje die nazomer, dus het is dan ongeveer even warm. En dat heb je allemaal uitgezocht? Ja. Het is wel heel interessant zoiets, hè? Ja. Ja. Hey, hoe komt het dan dat ze bij het journaal steeds zeggen van... Want op, was het nou op 1 maart? Op 1 maart dan begint de meteorologische lente. Hebben we daar niet een dia van? Ja. Alleen dan moet... Wat hadden we afgesproken, Ruggie? Ja. Juist. Moet die eentje verder? Eentje verder. Dan gaan we het omdraaien. We beginnen eerst met de meteorologische. Ja, de meteorologische lente loopt van 1 maart tot 31 mei. En dat is om het makkelijk te maken om de gemiddelde temperatuur per maand te berekenen en met andere jaren te vergelijken. Daar heb ik zelf een tabelletje van gemaakt. Daar zie je van alle jaren de gemiddelde temperatuur in maart. Je merkt ook dan echt dat er klimaatverandering is. Want je ziet elk jaar de temperatuur iets omhoog gaan. Behalve in 2013, toen was het erg koud. Ja. En die van 2015 die is tot nu toe. Dus die gaat heel hoog eindigen waarschijnlijk. Ja, die klopt nu nog niet helemaal, maar dat is het tot nu toe. Oké. Dus die loopt nog tot 31 maart, kan die nog stijgen? Ja. Ja. Hey, en dan hebben we het, de meteorologische lente hebben we gehad. Dan gaan we naar de astronomische. Ja. Wat een moeilijke woorden. En jij begrijpt zomaar waar het over gaat. Ja. En daar hadden we ook een dia voor. Zou ik graag willen vragen of daar ook de dia mag worden gelaten? Ja. Heel goed. En ze doen gelijk de goede, hè? Ja. Jij hebt invloed op die regie, jongen. Ja, dat is dus... Daar kun je ook zien hoe de zon staat. Dat zie je ook bij 21 maart. En dit is dat hoe wij het hanteren. Als wij zeggen de lente begint op 21 maart... Dan praten wij over de astronomische lente. Ja. Oké. En dan staat de zon dus daar. Oh. Ja, dat hebben ze thuis, hebben ze dat gezien. Ja. Hey, want jij doet ook weersvoorspellingen, hè? Niet zo vaak. Meestal wel voor papa en mama, maar nog niet echt op de televisie. Nee, dat snap ik. Maar waar maak jij dan gebruik van? Waar kijk je dan naar? Nou, nu kijk ik eigenlijk nog een beetje op het internet. Alleen ik hoop zelf dat ik later zelf meetapparatuur krijg. Zoals een eigen radar, parometer en dat soort dingen. Maar dan ben ik een leek, hè? Dus als ik iets heel dom zeg, dan moet je me dat helemaal niet kwalijk nemen. Maar wij hebben thuis zo'n barometer. En daar tik ik dan wel eens op. En dan gaat dat pijltje gaat ook een beetje... Dan heb ik het gevoel van, oh, het wordt wat minder weer of het wordt wat beter weer. Is dat heel dom om dat te doen, of zeg je van nou... Nee. Alleen ik snap zelf nog niet heel goed hoe zo'n barometer werkt. Okay. Maar ja, het is niet dom om het te doen. Het is wel slim. Alleen zo'n barometer is niet 100% vertrouwbaar. Maar het weer ook niet? Nee. Het weer is ook niet 100% betrouwbaar. Nee. Want ik weet nog, jij ging mij van mij even mailen van... Ja. Oh, ik wil een weersvoorspelling doen, maar ik moet hem toch even aanpassen. Ja, klopt. Huh? Temperaturen waren wat gewijzigd. Ja.
Want hoe kan dat nou, dat het weer zo onvoorspelbaar is soms? Nou, dat is eigenlijk in Nederland heel erg. Want daar kan het bijvoorbeeld op de ene dag, ik noem een voorbeeld, zonnig en 20 graden zijn. En de dag daarna kan het bewolkt met regen, storm en 12 graden zijn. En dat komt ook door de klimaat die we hier in Nederland hebben. Want wat voor klimaat hebben wij? Zeeklimaat. We hebben een zeeklimaat, oké. En dat zorgt voor heel wisselvallig weer. En ook voor eventueel een koude winter en een beetje een warme zomer? Nou, de winters zijn niet heel koud en de zomers ook niet stikheet. Maar gezien de klimaatverandering gaat dat wel veranderen. Oké. Vind je dat interessant, die klimaatverandering? Er gebeuren een hoop vervelende dingen dan op de wereld, hè? Ja, op zich is het wel interessant, want het is ook wel belangrijk om het in de gaten te houden. Want ze zeggen ook dat het over een 100 jaar of zo echt, dat we hier hetzelfde klimaat krijgen als in Italië of zo, Middellandse zeeklimaat, of erger. Maar de komende tijd blijft het nog redelijk rustig, alleen je merkt wel dat het warmer wordt. Ja. Hey, nou, als ik ga denken zo van de eerstkomende periode dat we allemaal een lang weekend hebben, is Pasen. Heb jij een idee wat voor een paasweer we gaan krijgen? Nee. Is dat te ver vooruit? Ik heb het nog niet bekeken en je kan het voorspellen, alleen het is heel onzeker dan. Want het kan zijn dat ze eerst zeggen zonnig 16 graden. Alleen het kan zijn dat ze twee dagen later zeggen bijvoorbeeld regen en 9 graden. Ja. Hey, maar je hebt wel een weersvoorspelling gedaan voor de komende week? Ja, voor de komende 5 dagen. Voor de komende 5 dagen. Zullen we eens vragen of dat je die erbij wil pakken? Ja. Want dan kun jij de mensen hier in Boksel eens gaan vertellen wat er gaat gebeuren de komende paar dagen. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, morgen wordt het de slechtste dag van de komende 5 dagen. Het gaat veel regenen de hele dag door. Het wordt 6 tot 8 graden. Moet ik even langs de camera kijken. Er staat een noordelijke wind van windkracht 4. Donderdag komt er iets meer zon, maar wel nog regen. Het wordt ook iets warmer, 9 tot 10 graden. Er staat een westelijke wind van windkracht 3. Vrijdag ongeveer hetzelfde weertype. Ook 9 tot 10 graden en weer een westelijke wind van windkracht 3. Zaterdag wordt het minder, dan gaat het meer regenen. Het wordt wel iets warmer, alleen door die regen en ook door een stevigere wind zal het kouder aanvoelen. En zondag, dan wordt het weer wat warmer, alleen ook dan zal het af en toe regenen. Dan kan wel af en toe de zon doorbreken, maar ook dan waait het hard, dus het kan ook wat koeler aanvoelen. Ja. Hey, en dit heb je van internet gehaald en gewoon zelf dan zo mooi verwerkt in een grafiekje. Ja. En ga jij nadat je, want je zit nu op de Peterschool, hè? Ja. Laatste jaar? Ja. Wat ga je hierna doen? Ik ga naar TRL, naar de HAVO VWO. Oh, oké. En daarna... Wil je daarna nog iets doen met een opleiding voor weerman? Ja, heel graag wel. Als dat kan wel. Maar ik ga er in elk geval heel erg mijn best voor doen. Wat leuk. Ja. Nou, als je dan een echte weerman straks bent, dan moet je terugkomen bij ons bij de omroep. Zullen we dat afspreken? Is goed. Lijkt me hartstikke leuk. Ik ga de microfoon even van jou aannemen. Blijf lekker even zitten. Want ik wil dan ook eens even gaan kijken naar het... Wat heb jij nou in je hand, Maya? Het is bijna Pasen, hè? Dus veertjes, Brigitte. Veertjes. En wat doe je dan met dat pistool? Dat is een lijmtang. Dan kun je eigenlijk in elke hobbywinkel een lijmpistool kopen met patronen. Je doet een heel klein beetje daarop. Moet je wel ontzettend uitkijken, want het is heel warm. Dus brand je je vingers. Klein beetje lijm erop. En dit is mijn takkenbos van net met mijn bloemen. Daar sta ik net voor. Ja, ik heb hem op de grond gezet, want hij is een beetje groot. Je houdt het er tegenaan. Hoe leuk is dit om met de Pasen zoiets zelf voor in je huis te maken? Ja. Ja, het ziet er inderdaad prachtig uit. Ik ga ook even naar Peter. Ik loop even voor jou langs, Jacques. Want ik zie hier ook van alles mooi staan. Jij bent echt een expert met hout, hè? Ik heb het. Ja, het is ook van Jasmijn wel een beetje de specialiteit. We hebben veel met natuurlijk houtwerk en daar de bloem aan toevoegen. En ik heb hier inderdaad een paar voorbeelden. Dit is een hele oude boom die geknot is, helemaal met de korstmos erop. Daar heb ik 3 hyacinten opgebonden, mos eromheen om te zorgen dat ze niet uitdrogen, plus voor het decoratieve. En daarna nog een stukje bast eromheen gewikkeld, een paar veertjes
Nou, we laten hier Sintema bloeien en het wordt voorjaar. Ja. Hiervoor is een hele lange tak kurk eigenlijk, vrij zeldzaam in Nederland. Met drie, waar vroeger ook hier de takken hebben gezeten, gaat ingeboord, kleine buisjes erin. In die buisjes kun je dan gewoon kleine boeketjes, een soort boeketjes erin zetten. Franse tulpen komen van oorsprong uit Frankrijk, hè, worden in die Franse tuinen veel gebruikt. Bloemen die soms wel twee weken staan. He, die een heel mooi contrast vormen met die kurkeik. Ja. Hier nog een leuke decoratie voor gewoon buiten. Een beetje een beschutte plaats neer te hangen. Mos, druivenhout er tegenaan. Een hele vrolijke voorjaarsbrem erin. En dan nog een paar eitjes mooi op draad. En zo krijg je hele leuke voor. Dus onze winkel staat vol met... dit soort leuke voorjaarsideeën. Prachtig. Nou, ik hoop dat de kijkers inderdaad ook gewoon leuke ideeën hebben opgedaan. Want het is leuk om ook met gewoon heel veel spulletjes die je wellicht al in huis hebt. Ja. En nog wat te doen. Ja. Mensen komen heel vaak bij ons met gewoon een mooie schaal of ze hebben een mooie ketel. Of, nou, en dan kunnen wij er samen met de klant iets heel leuks van maken. Ja, prachtig. Ja, dank jullie wel in ieder geval. Graag gedaan. Voorzichtig. Het gaat goed. Takken. Ja, dat was een tak. En dan hebben we hier het moment suprem, want ik ga jullie een spiegel geven. Maud, jij hebt een spiegel meegenomen. Ja, dat ligt hier Heel voorzichtig. Wie eerst? Wie eerst? Ja, nou, wie eerst? Doe maar. Oh, wauw. Echt heel leuk. Echt lekker fris en kleurrijk. Ik vind het echt heel leuk. Heb je gezien wat je in je haar hebt? Ja, echt heel mooi. Apart, hè? Ja, ik vind het echt leuk. Lekker vrolijk. Ja, je had oma natuurlijk al gezien. Ja, wat vind je van oma? Ja, ik vind oma ook heel mooi. Dat is natuurlijk altijd al, maar nu al helemaal natuurlijk, hè? Leuk. Ja. Ik schuif heel even door. Ik ga heel even... Mag ik achter jou langs, Maud? Nou, Thea? Nou, de verrassing. Oh, ja, wel leuk, zeg. Ja. Je haar krult. Geweldig. Oh. Grappig, hè? Heel mooi. Ik ben bijna net zo mooi als Thea. Zit in de familie, toch? Oma en kleindochter? Misschien wel, ja. Ik ben heel tevreden. Echt heel mooi. Maar mijn kleindochter, joh. Oh. Mag er zijn, hè? Ja, maar dat is een leuke, trotse oma. Dat klopt. Ze gaat de trossen losgooien en ze gaat op wereldreis. En dat betekent ook dat jij ons gaat verlaten. Dat klopt. Nog niet gelijk, maar in ieder geval wel om de tijd anders te gaan invullen. Om, dit is heel leuk, maar het kost heel veel tijd. En dat doe ik met heel veel plezier. Maar op een gegeven moment moet je ergens een streep onder zetten. Ja. En dat is vandaag gekomen voor mij. Ja, heel bijzonder en heel helaas voor ons. Maar wat Brigitte gaat zien, dat kunt u zien op 12 mei. Want ja, heel bijzonder iemand die op wereldreis gaat in een boot. Dus dat komt straks. Ga ik even naar Jacqueline. Jacqueline, ik heb mijn make-up vanavond zelf gedaan. En mijn haar ook. Nou, je kunt meteen het verschil zien. Ook jij gaat stoppen, omdat je hele andere plannen hebt. Ja, dat klopt. Wat ga je doen? Ik werk al voor mezelf. En dat ga ik verder uitbreiden. Dus ik heb de tijd hard nodig. En het is heel leuk om hier één keer in de twee weken mijn ding te mogen laten zien. Maar ik heb de tijd nodig, dus ook voor mij een eind aan deze leuke tijd. Nou, je hebt een paar honderd gasten in de visagie gezet. En Brigitte, jarenlang meegewerkt bij de redactie en als presentator. We hebben bloemen, want wij willen jullie ontzettend bedanken deze aflevering. En super gedaan, dankjewel. Kijk, mooie bloemen. En dan is het nu aan Brigitte om jouw afsluiter te doen, meid. Ja, we moeten toch afsluiten, ook al is het natuurlijk heel erg jammer. Ik dank iedereen voor het kijken vanavond. Op, nou moet je me even helpen, 7 april is de eerstvolgende uitzending van Dommeland Live. Als het goed is, doet Jolene de presentatie weer. Ik kom u vast nog wel ergens tegen in Boksel. En voor vanavond een fijne avond nog. En graag tot ziens.